De afgelopen weken zijn bijzonder droog geweest. Hoeveel last hebben ze daar nu van bij de volkstuinvereniging Het Spitje in Schaik? Paul Martens ging een kijkje nemen om met eigen ogen de droogte te ervaren. Volkstuinvereniging Het Spitje in Schaik heeft aan de Zandstraat een complex met ongeveer 60 tuintjes. De leden telen groenten, kruiden en fruit, maar ook bloemen zijn steeds vaker te zien bij Het Spitje. Op de tuinen die niet verhuurd zijn, verbouwen ze gezamenlijk groenten voor de voedselbank in Os. Die krijgt elke week verse groenten. Lander TV was benieuwd hoe de tuiners het in de droge periode van de afgelopen maanden verging. We troffen Gerard van Bergen en raakten in gesprek. Ja, Gerard, het is een prachtige tuin hier. Dit is de mooiste tuin van Het Spitje. De mooiste tuin van Het Spitje. Ja. Hij ziet er goed uit, ondanks alle droogte die we hebben. Ja, die verzorgt de tuin heel goed. Ja, die is s'morgens om 6 uur is hij aanwezig. Ja, ik heb, de meeste hebben een puls in de grond en dan een pompje. Dat zelf omhoog, ja. En de kwaliteit, is dat veel roestig vallen dan mee? Ja, dat ligt eraan hoe diep je puls slaat. Hè. En die van mij die is 14 meter diep geslagen. Dat is diepte. En dat is een hele diepe. Ja, en dan heb je geen roest. Ze hebben hier eigenlijk een volkstuintje. Het zijn er, 60 tuinen en ik geloof dat er 42 leden zijn. 60 tuinen, 42 leden. En is het allemaal een standaard oppervlakte die men hier gebruikt? Het is ongeveer allemaal 28 vierkante meter. 28 vierkante meter? Ja. Oké, dat is helemaal een beetje. Maar er zijn er ook die de twee tuintjes hebben, dus dat kan mag ook. We hebben groot gezin. Ja. Het komt natuurlijk aan de komende toe. Ja, die zijn we vorig jaar per ongeluk opgekomen. Ja. Dit zijn overjarige struiken. En dan hebben ze minder vruchten. Dan hebben ze minder vruchten, ja. Maar ik zie er hier en daar toch nog wel één. Ja, ik vind het lekker op brood. Ja, je moet met planten rekening houden dat je niet in één keer te veel krijgt. Hè, want je moet het zo 14 dagen of 3 weken moet er tussen zitten, iedere keer tussen de. Ja, ja dat je ook gevarieerd kunt eten. Dat je gevarieerd kunt eten, ja. Dat is Jan van Galen, die is 84 of zo. Dus, dat is hier de man die een beetje technische dingen kan. Is hier ook voor jullie van Spitje de club? Ja, die zit mee in het bestuur. En, het is wel fijn dat je ook zo iemand erbij hebt. Ja. Heb je nog extra veel ongedierte erin zitten ook, of valt er mee? Ja, duiven, hè, dat is de grote kwaal hier. Ja, maar niet de kleintjes, kevers. Nee, nog niet meer. Sommigen hebben wel Colorado kevers in de aardappelen. Ja. Daar heb ik nog geen last van. En de wortels gaat ook goed? Wortels, ja. Dat gaat goed. Klein keukentje hier. En dan wordt s'morgens om 10:30 voor de koffie geronken. En dan is er iemand die wel dezelfde in die koffie zet. Dat had je gezet, ja. Ja. De fijnproever. De fijnproever, ja. Dat is een tuin die is speciaal aangelegd voor de voedselbank. Voor de voedselbank? Ja. Oké, de kap van het lopen dichterbij. Thank you.
rijden. En allemaal uit de eigen tuin hebben jullie hier? Nee. Uit de tuin van? Ja, weer lekker als het winkelen. Ja, thuis hebben wij ook aardbeien, alleen die zijn een beetje klein. Ja, maar jullie hebben nog... Als je een kleine beschuit hebt, dan ja, zo. Ja, zeer fijn. Dan moet je zo'n beschuit hebben. Komt helemaal goed, hè? Ja. Nou, maar lekker naar huis fietsen. Ja. Tot...